Ik, Enzo Knol, ben zo'n fucking... Ah! Ah! Hello ladies and gentlemen, nice that you are watching an Enzo Knol vlog. Today I'm gonna do some awesome stuff. En ik moet echt nooit een Engels kanaal beginnen, want ik ben er zo slecht in. Ik sta hier in de keuken die nog steeds een rotzooi is, want gisteren ben ik daar helaas niet aan toegekomen. Ik heb zojuist even de afwasmachine leeggehaald en ik ben van plan om even de hele keuken hier zo op te ruimen en de was op te vouwen. Dat moet echt gebeuren. Zodra er boven op mijn kamer in mijn onderbroekenla geen onderbroeken meer liggen, dan weet ik gewoon, ik moet de was gaan doen of ik moet het gaan opvouwen. Zodra ik onder de douche sta en ik kom me onderuit en ik sta daar van, shit, er zijn hier geen schone handdoeken meer. Dat is het teken dat ik weer even aan de slag moet gaan. Super slecht, maar zo werkt het bij mij. Heb ik nieuwe pannen gekocht? Alleen moet ik ze wel zelf in elkaar zetten. Nee, heel erg leuk, dankjewel. Heb ik ook nog zo'n fucking fles waarvan de sticker er niet goed afgaat, daar heb ik zo'n hekel aan. Moet je helemaal pulken, moet je warm water erop doen, moet je helemaal gaan boenen. Heb ik er ook nog eens twee. We doen een nog grotere sticker erop, om Enzo te pesten. Leuk! Deze dingen moeten toch eerst in de afwasmachine, dus ik hoop dat het daarna eraf is. Dit is nog nooit voorgekomen. Er komt gewoon een sticker in één keer van de paal af. Yes! Holy shit. Zo, dat moest ook wel even gebeuren. Ik kwam een doos tegen en er zat een brief in. Hallo Enzo Knol. Laat me beginnen te zeggen dat onze dochter van 11 jaar helemaal verzot is op alles wat je online zet. En toen dacht ik, verzot? Volgens mij is dat een Belgisch woord. En toen kwam er, wij wonen in België en zoals je ziet zijn daar ook fanatieke volgers. Ze is in de vakantie druk aan het knutselen gegaan en dit moesten wij zeker aan u laten zien. Ik ben zo ontzettend benieuwd wat jij dan hebt geknutseld. Wow, wat is dit? Hashtag knolpower, dikke vette piece. Helemaal versierd met glitter en al. Maar wat zit hierin? Ga ik hier aan blazen? Ja? What the fuck? Oh my god, dit is geniaal. Ik heb nog nooit zo'n ballon gezien. Oh, deze is voor Dave. Oh, dat is lief. Wauw, check dan. Een armbandje. En nog zo'n loombandje. Oh shit. Hij is nog heel. Wauw, deze is gaaf. Een soort van sleutelhanger met een steentje eraan. Een hartje met knolpower erop. Super vet, echt waar. Er zitten hier hele gave dingen in. Dankjewel. Nu ben ik eventjes boven bezig. En de kussens, die wilden we even veranderen van kleur, Dave en ik. Dus we hebben de grijze eraf gehaald. En nu moet de blauwe eromheen. En nu heb ik deze al gedaan. En toen dacht ik van, hé, ik kan net zo goed aan jullie laten zien hoe ik dat precies doe. Want stel voor, je moet het zelf een keer doen. En jullie zijn aan het kloten of vinden het niet leuk. Zal ik even laten zien hoe ik het doe. Dit is denk ik de snelste manier om het te doen. Je hebt de kussensloop. Nu ga je ervoor zorgen dat de kussensloop binnenste buiten is. Klaar. Wat je dan doet, is je gaat je armen erin doen. En dan pak je de punten beet. Dan pak je de twee punten van het kussen. En dan doe je dit. En dan ben je niks opgeschoten. Kutzooi. Grapje. Even serieus. Je hebt hem dus binnenste buiten. En dan pak je het kussenbeet. Bij de twee puntjes. En dan kan je dit zo eroverheen laten gaan. En als je een beetje zo naar beneden gaat. Dan kan je hem op een gegeven moment omdraaien. En dan kan je dit zo. Hup. Kijk eens aan. Klaar is Kees. Volgens mij is dat wel de beste manier om het te doen. Ik ben tevreden. Moeten jullie eens kijken hoe goed en mooi en strak vooral ik dit heb gedaan. Samen met de grote vriend in bed. Nou, kijk eens even dames en heren. Ik denk dat als Dave dit ziet, ze weer helemaal happy is. Opgemaakt, schoon, netjes en alles. En ik heb eindelijk de spiegel uitgepakt. Vanaf het begin dat ik hier woon heb ik die spiegel daar al staan. Helemaal nog in plastic en karton. En nu heb ik hem uiteindelijk eruit gehaald. Misschien is het nog tof als ik deze spiegel hierop kan hangen. Zo. Bam. Maar dat zien we wel weer even. Dit is alweer even een verbetering. Dus dat is mooi. Ook mijn kast ziet er weer heel erg gelikt uit.
Ja hoor, ik kan alles weer vinden als een baas. En dan naar de keuken, wat geheel niet onbelangrijk is natuurlijk. Ik heb alles hier van afgehaald. Behalve wat daar staat, dat moet allemaal nog in de afwasmachine. Dat gaat echt nog wel een tijdje duren. Hij moet nog 42 minuten en dan kan ik alle schone dingen eruit halen. En dit is allemaal nieuw. Super nice. Mooie glazen, nieuw bestek. Dat was ook echt even nodig, want al mijn messen waren bot geworden. Ik heb 20 verschillende vorken. Alle lepeltjes die zijn of super vies smerig en dat krijg je er niet meer uit. Of ze zijn helemaal krom gegaan. Dus al met al, wat een verbeteringen, dames en heren. Wat ik eventjes opnieuw moet maken is mijn latte macchiato. Want toen ik hier kwam, toen had ik er meteen één gemaakt. Alleen die ziet er niet meer lekker uit. Are you serious? Vliegje, waarom zit je nou in mijn latte macchiato? Waarom? Weg jij. Gelukkig heb ik uiteindelijk alsnog wel kunnen genieten van een latte macchiato. Karamel, niet te vergeten. Kijk eens wie er is. Hey, Bumper. Hallo. Hey. Hallo. Oh, ga je meteen even ruiken. Kijk hem, helemaal druk bezig zijn meteen. Wat ruik je? Heeft er weer een hondje langs gelopen hier? Lekker ding. Oh, even snel plasje doen tegen je eigen heg. Heel slim. Ik ga even D blij maken met heerlijke Turkse pizza's. Daar zit Deetje dan in een soort van donker holletje. Gordijnen dicht. Daar een handdoek voor het raam. Het enige waar een beetje licht vandaan komt is hier. Maar dat zie je niet als je heel op bed ligt. Het is namelijk zo dat dit wel echt de prettigste omgeving is voor jou nu. Om gewoon even te relaxen. Met een Turkse pizza. Dus we gaan even een aflevering kijken van je serie. En dan heb ik je op die manier weer even verwend in gezelschap gehouden. Mm-hmm. Dat is wel fijn, toch? Mm-hmm. Nou, ga je goed, hè? Klinkt zo raar, hè, als ik dat zeg. Mm-hmm. Ja, mhm. Ze kan alleen maar mhm zeggen. Mm-hmm. Het liefst wat ze nu wil is eten. Ze is gewoon verliefd op die pizza. Mm-hmm. Oh. Onderweg naar huis en ik denk er steeds aan dat ik het zo ontzettend kloten vind voor D. En ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat het zo heftig zou zijn, een hersenschudding. Ik merk gewoon dat D eigenlijk amper iets kan. Ik bedoel, normaal gesproken als je ziek bent ga je een film kijken. Televisie kijken, series kijken, op je telefoon, gamen. Iets in die richting om afleiding te hebben. Misschien een boek lezen in het ergste geval of juist als je het heel erg leuk vindt. Alleen D die kan echt amper iets van dat, omdat ze zo snel last krijgt van hoofdpijn. Dus we zitten dan één aflevering van haar serie te kijken. En soms kunnen we die net afkijken, soms net niet. Ik vind het echt ontzettend sneu. Daarom ben ik dus even vanmiddag langs gegaan bij D om haar gezelschap te houden. En straks met het avondeten ga ik ook weer naar haar toe. En vanavond zal ik ook weer bij haar slapen. Dus op die manier ben ik redelijk vaak bij haar. En dan valt het op zich, denk ik, hopelijk wel mee. Het is in ieder geval beter dan de hele dag alleen zijn. Laten we nu onderweg naar mijn huis maar even genieten van het weer. Met het dakraampje open. En een lekker muziekje erbij. Er zit een wow! Oh, holy shit! Holy shit, wat doet hij? Oh mijn god, volgens mij zit hij in de aanvalspositie. Moet je kijken, deze spin is zo ziek. Hij heeft al één iemand vermoord. Oh! Oh, holy shit! Holy shit! Dit is sick! Wow! Hij attackt iemand! Hij attackt denk ik niet mij, maar dat beest eronder. Wow, dit is echt super creepy en bijzonder en eng. En misschien interessant voor jullie kijkers die van spinnen houden. Oh my god. Wow, deze spin is echt heftig, ziek, groot. Zijn kont is ook zo bizar, immens. Hier nog heel even beeld van de andere kant. Wow, 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 wow. Door die wind kwam die heel dichtbij. Holy shit. Kijk dan hoe zo'n spin beweegt. Hij is zijn prooi aan het inwikkelen. Zien jullie dat? What? Dit is zo sick om te zien. Hij is serieus zijn prooi aan het inwikkelen. Net zoals die linker. Heel interessant, maar heel creepy. Nou, het moet maar gebeuren, hè. Laat ik het maar niet gaan uitstellen, maar gewoon nu doen. Jammer. Blij dat ik het maar even heb gedaan. En ik dacht, nu ik toch bezig ben, ga ik meteen even de was uit de wasmachine halen. En over het rek hangen. Dus ja, morgen of overmorgen kan ik dat er weer afhalen. En dan heb ik echt weer genoeg handdoeken voor iets van anderhalf week. Kan ik anderhalf week weer even niet de was doen. Of je kan het een keer gaan bijhouden en zo. Ja, zou kunnen, maar ik weet dat ik het toch niet doe. Heel even aandacht voor het volgende.
Thijs, die is hier laatst op bezoek geweest en hij maakt alle Minecraft thumbnails. Daarnaast doet hij ook wel eens andere dingen zoals een mooi design maken voor mijn Twitter profielfoto of een super gruwelijke banner. En zo heeft hij ooit ook een super awesome verjaardagscadeau aan mij gegeven. Dit is namelijk mijn hoofd. Alleen het is niet zomaar mijn hoofd, het zijn allemaal thumbnails. Dus mijn hoofd of mijn gezicht is gewoon gemaakt met alleen maar thumbnails. Echt een super gaaf verjaardagscadeau en deze ga ik zeker weten nog even een mooie plek geven. Thijs die is er ook al vanaf het begin bij. Voordat ik zelfs nog een YouTube kanaal had, deed hij al heel veel voor Milan. En vanaf het begin heeft hij mij geholpen en dat doet hij nog steeds. Dus echt waar, je bent een baas jongen. Hallo. Oh yeah! Hallo! Quinny boy! Ben er weer! Nice man, in de building. Zo, heb ik jou gewoon even opgehaald van je huiswerkbegeleiding. Oh, ben mijn helft vergeten. Oh ja, tuurlijk. Ja, de moeder van Quinn die had Quinn gebracht met de scooter. Dus dan heb je een helm nodig als je een geel kenteken gebruikt. Dus die moet hij wel weer even mee terugnemen natuurlijk. Dus, hoe was de huiswerkbegeleiding? Geweldig. Of mag ik dat niet zeggen? Ja. Nou, ik dacht misschien is het niet stoer genoeg of zo. Ja, natuurlijk wel. Ah, natuurlijk. Het is heel handig. Kijk, dat vind ik heel erg tof aan Quinn. Is dat het boeit hem niet zoveel van huiswerkbegeleiding. Maakt me niet uit, want het is gewoon belangrijk voor school. En ik heb het nodig en het is gewoon heel handig. En ja, kijk, nu bijvoorbeeld, nu ben ik klaar en nu heb ik vrije tijd. Ja, en nu kan je gewoon de hele avond gamen of zo. Ja, en nu is het niet bijvoorbeeld, ik heb net even geen zin, dus nu, nu ga ik het maar doen. Maar je dan moet je het aan doen. Het einde. Ja, dus het is wel super handig. Nice man. Ik vind het respect man, dat je het doet. Ben je moe? Oké, laten we naar huis gaan man. Ik heb zin om te eten. Ik ook. Weet je wat we gaan eten? Nee. Oh, ik ook niet. Verrassing. Ik ben nog geen 2 minuten binnen of ik zit al aan de wortelcake. Elke keer als ik hier kom en ik zie wat liggen, dan... Oh, wat is dat? En dan mag ik een stukje? En dit is zo goddelijk, hè. Je ziet het misschien al aan die witte laag die erop zit. Geen idee wat het is, maar het is echt heerlijk. Icing. Hoe? Icing. Icing? Icing. Icing. Topping. Oh, topping. Gewoon topping. Icing is icing. Ik weet niet wat het is. Het is fucking lekker, ja. Oh. Wow. Dit is zo goddelijk. Wauw. En dan straks nog avondeten. Quinn, wat was de verrassing? Papi! Het was de Chinees wat we laatst hadden gegeten. Die hebben we gewoon weer even opgewarmd. Althans de moeder van D. En ik heb echt trek, dat is niet normaal. Dus ik heb mijn hele bord vol zitten met heerlijke cashewnoten. Dus we hebben er wel wat moois van gemaakt. Eet smakelijk. Nou, bumper. Oh, bumper. Inderdaad. Doe je nou? Ja, dat doet hij om het eten. Kiddy, kiddy, kiddy. Oh, godverdomme, joh. Oh, check jouw voet, die is zo zwart. Zwart. Oh, deed ik dat zojuist? Ja. Oh, dat was echt vies. Maar ik heb goed nieuws, want we komen net uit de was. Oh, yes. Yes. Ik, Enzo Knol, ben zo'n fucking... Doe dat thuis niet na, trouwens. Loser. Waarom moet ik nou altijd morsen? Ik en zo... Check deze swag. Yo, ik ben een rapper. Ik doe steeds gekker in mijn vlogs met Knol Power. Wil je dat ook hebben? Like. Swag. Anyways. Wow, dit is echt cool, man. Yo. Oh, het stinkt hier, man. What the fuck? Ah, is dat putje weer? Soms is dat putje helemaal niet goed, joh. Je bent niet goed wijs. Put. Zolang de kut me niet zo ruikt. Ik bedoel, sorry. Oh, dat had ik niet moeten zeggen. Dat is niet cool. Wat sta ik hier aan de hele tijd te doen? Kom op, met dat wc-papier! Hoppakee! Ik heb namelijk energy gemorst. Ik ben zo'n fucking loser. Oh, ik moet het even met twee handen schoonmaken. Sorry. Ik hoop niet dat de wc nu weer gaat verstoppen. Spoel door! Oh my god. WC ook nog eens verstopt. Nou, dat gaat lekker hoor. Nu nog even een Minecraft aflevering opnemen. Hopelijk gaat dat wel goed. Alles is gelukt en ik ben helemaal happy. Tijd om met mijn spullen naar deze te gaan. En dan lekker gaan slapen. Dames en heren, heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vonden jullie hem tof. Oh, je was aan het gapen. Ja. Je was aan het gapen. Vergeet niet even een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En hopelijk checken jullie morgen allemaal bij een gloednieuwe vlog om 4 uur.
En ik zeg, zoals altijd, dikke, vette peace. Knol Power!